Slecht plan. Heel slecht plan. De Helderse Annie Makkes kreeg een paar jaar geleden een hartinfarct. Ze herstelde goed, maar ze moet nog steeds elk jaar op controle. Ze is nu bang dat het niet alleen bij een kleine cardiologieafdeling in Den Helder blijft. Dat is het begin van het eind. Waarom? Nou, omdat het begint met de cardiologie en waar eindigt het mee? Dat er helemaal niets meer is. Dat er geen ziekenhuis meer is? Dat er geen ziekenhuis meer is. Bent u daar bang voor? Ja. Ja, daar ben ik wel bang voor, ja. Ook op Texel wordt met verbazing gereageerd op de plannen. Huisarts Jacqueline Dros vindt het onbegrijpelijk omdat cardiologie bij een groot aantal operaties een rol speelt. Nee, dat is niet goed voor patiënten. Het is niet goed voor huisartsen. Het is niet goed voor specialisten. Het is niet goed voor het ziekenhuis. En het is ook zeker niet goed voor de familie van deze patiënten. Annie Makkes vraagt zich af of de steun van de gemeenteraad echt gaat helpen. Mijn moeder die zei altijd: veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. En dat hou ik toch maar aan. Ik eerst zien en dan geloven.